Kimlian van der Meij, 42, heeft 17 lange jaren gewacht op een aanzoek van haar geliefde Daniel Gibson, de vader van haar 3 kinderen. Ze waren al 3 jaar verloofd en van plan om elkaar deze zomer eindelijk het ja-woord te geven. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. In een interview met Story legt Kimlian uit waarom ze niet naar het altaar zal lopen. Wie denkt dat Kimlian van der Meij druk bezig is met het plannen van haar huwelijk, heeft het mis. De presentatrice heeft alle trouwboeken en tijdschriften weggedaan. Er komt geen bruiloft, vertelt Kimlian aan Story. Tenminste, niet op korte termijn. Daniel en ik hebben onlangs gesproken over onze bruiloft. Hoe, wanneer, groot, klein? En we vroegen ons af of er een maximale duur is voor een verloving. We zijn nu bijna 3 jaar verloofd en eigenlijk voelt dat heel goed. Kimlian heeft nooit verborgen dat ze graag met Daniel Gibson, de vader van haar 3 kinderen, wil trouwen. Maar ze heeft er altijd aan toegevoegd dat hij het aanzoek moest doen. En voor haar 40ste, zodat ze er nog jong en fris uit zou zien in haar trouwjurk. 3 jaar geleden, een paar weken na haar 40ste verjaardag, stelde Daniel dan eindelijk de grote vraag. Tijdens onze wekelijkse mountainbiketocht stopten we plotseling op onze favoriete plek bij de zee. Daar stond een tafeltje met rode rozen, champagne en een doosje met een prachtige ring. Het was adembenemend, windstil, het rustig klotsende water, de zon die langzaam onderging en hij ging op 1 knie. En natuurlijk zei ik ja, vertelde Kimlian destijds aan Story. Ze had laten weten dat ze graag in 2023 wilde trouwen, omdat ze dan 20 jaar samen zouden zijn. Een bijzonder jaar om een groot huwelijksfeest te geven voor onze familie en vrienden uit Nederland en Zweden. En om samen de liefde te vieren. Maar deze plannen gaan nu niet meer door. We hebben het afgeblazen. Het heeft niets te maken met onze liefde voor elkaar. Die is sterker dan ooit. Maar om de een of andere reden voel ik er nu geen behoefte meer aan.